The Triffids. Een hoorspel in 6 delen naar het gelijknamige boek van John Wyndham. Vertaling Alfred Pleiter. Derde deel, Overleg en chaos. Kijk! Nee, ik wil niet naar buiten kijken. Jawel, Gisella. Zie je dat schijnsel? Huizen die in brand staan. Heb ik al lang gezien. Daar wil ik niet binnen kijken. Nee, dat is heel wat anders. Een zoeklicht. Wat? Ja, kijk maar. Daar, in het noorden. Waar? Oh ja? Dat is een signaal. Wat betekent het? Dat iemand probeert om alle mensen die nog kunnen zien te verzamelen. Dat we naartoe gaan, vlug. Nee, we kunnen beter tot morgen wachten. Maar dan zien we het niet meer. We moeten nu meteen gaan. Wil je nou werkelijk op dit uur de straat op, Josella? Nee, maar ik wil deze kans ook niet missen. Ze gaan vannacht heus niet weg. We zullen een teken op de vensterbank krassen. En waar kan ik dat het beste mee doen? Die eerste nacht na de catastrofe kon ik maar niet in slaap komen. Ik luisterde naar de tastende, schuifelende voetstappen van de blinden op straat beneden. Eindelijk viel ik toch in een diepe, loodzware slaap. Toen ik wakker werd, scheen de zon door de ramen en Giuselle was bezig koffie te zetten op de primus. Ze had een skipak aangetrokken dat er opvallend goed stond. Morgen, Bill. Trek een ontbijt. Morgen. Als ik me geschoren heb. Ik heb een vreselijke baard. Zal ik water voor je warm maken? Ach nee, het gaat wel met koud. Er staat zo'n pot snel scheercrème in de badkamer. Hé, wacht. Ik zou helemaal dat zoeklicht vergeten dat we vannacht gezien hebben. Laten we eens gaan kijken naar die kras op de vensterbank en nagaan waar het vandaan kan zijn gekomen. Dat heb ik al gedaan toen jij nog sliep. De pijl wijst in de richting van de toren van Lennon University. Ja, zoiets had ik al gedacht. Oh, kijk! Kijk, ze hebben nu 2 vlaggen in de mast gehezen. Ja, daar moet het absoluut zijn. We moesten er maar meteen na het ontbijt naartoe gaan. Wie had ooit gedacht dat ik me nog eens zou haasten om op tijd op college te zijn? Gek, hè? Maar het is heel anders dan gisteren. Veel minder mensen. En zie je dat ze nu allemaal door de groet kruipen? Ja. Gisteren schuifden ze allemaal langs de gevels. Langs de stoeprand is waarschijnlijk veel gemakkelijker voor ze. Hier moeten we linksaf. Pas op. Ik geloof dat er iets aan de hand is bij de poort. Zullen we maken dat we wegkomen of kijken wat er aan de hand is? Kijken wat er aan de hand is? Ja, dat dacht ik ook. Maar we moeten wel zorgen dat we er niet bij betrokken raken. Als we door een van die huizen in de achtertuinen kunnen komen, kunnen we misschien voldoende dichtbij komen zonder dat iemand ons ziet. Ja. Wanneer er tenminste iemand bij is die ons zien kan. Ga mee. Wie denken jullie eigenlijk dat jullie zijn om hier te verschansen? Voor wie houden jullie jezelf dan wel? Je hoeft niet te denken dat ik jullie niet kan zien. Dat ik ook zo'n arme stakker ben als die anderen hier. Ik zie jullie verrekte goed. Wat is er aan de hand? Ik kan niets zien. Kom hier naast me. Een of andere agitator die probeert binnen te komen. Dachten jullie dat die mensen hier niet net zo goed het recht hadden om te blijven leven als jullie? Nou, dan vergissen jullie hoor. Het is toch zeker hun schuld niet dat ze blind zijn? Dat is niemand zijn schuld. Maar als ze verhongeren, dan is dat wel jullie schuld. En dat weten jullie donders goed. Tot nu toe heb ik ze voedsel kunnen wijzen. Maar ik ben ook maar een eentje. En zij zijn met duizenden. Jullie zouden hen ook kunnen helpen. Maar dat willen jullie niet. Jullie denken alleen maar aan je eigen smerige harrie. Hoeveel voorraad denk je dat we hebben? Hoe moet ik dat weten? Ik weet alleen dat als iedereen die nog kan zien de handen niet ineens slaat om al die blinde stakkers te helpen, en direct nog maar heel weinig van hun leven zullen zijn wanneer er eindelijk hulp komt opdagen om een eind aan deze rotzooi te maken. Er zal geen hulp op komen dagen. Oh, staan de zaken zo? Jullie zijn bang. Jullie zijn doodsbang.
dat als jullie hun te veten geeft, dat er dan niet genoeg voor jullie overblijft. Nou, wat zeggen jullie daarvan? Als jullie dan niet naar buiten komt om ons te helpen, dan komen wij binnen. Laat me los. Hier, als een arm vast. Dan maak ik het hek open. Laat me los. Ah, we zullen jullie wel eens even komen helpen. Johnson, Edwards, jaag ze weg. Niet schieten. Liggen. Zomaar op ze te schieten. Ze schoten over hun hoofden heen. Hoe weet je dat? Als ze met hun machinepistolen van 20 meter afstand op die mensen geschoten hadden, was de straat nu niet helemaal leeg. Maar toch, om ze zo'n angst aan te jagen. Ze moesten iets doen. Die man die stond te schreeuwen had gelijk. In zekere zin, ja. Volkomen gelijk. Nee, hij vergiste zich in één opzicht. Er zal namelijk helemaal geen hulp komen opdagen om een eind aan deze rotzooi te maken. Wij zijn de enigen die er iets aan kunnen doen. Maar we kunnen het ons nou eenmaal gewoon niet veroorloven om onze tijd te besteden aan het zoeken naar eten voor al die mensen. Want wat moeten zij en wij eten wanneer alle voorraden op zijn? Dat klinkt zo wreed. Josella, ik vind het even erg als jij. Maar we moeten nou eenmaal een beslissing nemen. Hè? Gaan we proberen om samen met de anderen die ongedeerd aan de catastrofe zijn ontsnapt een nieuw bestaan op te bouwen? Of richten we onszelf te gronden door een leeg gebaar van zogenaamde naaste liefde? Je hebt gelijk. Zullen we dan proberen naar binnen te gaan? Zijn die mannen met die machinepistolen er nog? Ja, maar die zullen ons niks doen. Kun je naar beneden klimmen? Als je mijn handje helpt. Kom maar. Ziezo. Mogen we binnenkomen? Met z'n hoeveel zijn jullie? Met z'n tweeën. We zagen jullie signaal vannacht. Oké, kom maar binnen. We hebben het allemaal gezien, net. Ja, we mochten ze nu eenmaal niet binnenlaten. U moet ze maar bij de kolonel gaan melden. Zodra u binnenkomt, de eerste deur rechts, waar receptie op staat. Een hele organisatie. Ja, een beetje eng vind ik. Ja. Hier zal het zijn. Nieuwkomers, kom maar binnen. Welkom, welkom. Mag ik een paar personalia noteren? Uw naam? Mason. Voornaam? William. Adres? Worthing. Adelaide Crescent 22. Voor zover het nog enig verschil maken. We moeten onze administratie in orde houden. Ik hoop een formulier te kunnen gebruiken zodra er iemand komt die een stencilmachine kan bedienen. Leeftijd? 29. Beroep? Triffitt Kweker. Die zullen we voorlopig niet nodig hebben, vrees ik. En u? Playton, Joselle. Dean Road, 42. Londen, NW8. 22, zonder beroep. Miss, neem ik aan? Ja. Mooi. We kunnen iedereen gebruiken. Verdomd vervelende zaak dit. Maar we hebben een hoop te doen. Mr. Beatley. Kolonel. Twee nieuwelingen. Mr. Mason en Miss Playton. Gaat u maar naar hem toe. Hoe maakt u het? Wilt u soms onze referenties in triplo? Oh, u bedoelt de kolonel. Ja, hij is wel een beetje een ambtenaar. Maar hij heeft gelijk tot op zekere hoogte. We dienen de zaak zo goed mogelijk te organiseren. Hoe is de situatie op het ogenblik? Nou, tot nu toe zijn we met ons 35e. En we hopen dat er in de loop van de dag nog meer zullen komen. Kunnen ze allemaal zien? 28. De rest zijn kinderen of familieleden. Voorlopig is het de bedoeling dat we in de loop van morgen vertrekken naar het platteland. Ja, wij hadden vanmiddag willen gaan. Wat heeft u voor vervoer? Een stationcar. Maar we hebben nog geen voorraden of proviant. Alleen maar een hoop anti-Triffitt wapens. Gek om die als eerste mee te nemen. Niet zo gek als u denkt. Ik geloof dat we daar nog veel last van krijgen.
Zoveel zijn er toch niet? Nou, meer dan genoeg in de kwekerijen. Ja, maar die zijn allemaal omheind. Maar als u denkt dat u die dingen nodig hebt, dan mag u ze gerust meenemen. Tussen twee haakjes, u wilt zich toch bij ons aansluiten? Ik dacht van wel. En jij, Josella? Ja, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dan zou ik het volgende willen voorstellen. Haal uw wagentje, laat het hier uit en gaat dan ruilen voor één of twee grote vrachtwagens. Heeft een van u beiden enige medische kennis? Nee. Ik ook niet. Dat is jammer. Anders had ik u medicijnen en dat soort zaken kunnen laten verzamelen. Nou, probeert u dan maar de dingen hier op dit lijstje. Potten, pannen, dekens, voedselvoorraden. Juist, en in zo groot mogelijke verpakkingen. Ja. U kunt het best bij grossiers en fabrikanten proberen. Zie zoveel mogelijk bij elkaar te krijgen voor zonsondergang. Vanavond om 9:30 is hier een algemene bespreking van de toestand. Oké. Heeft u een pistool of revolver? Nee. Nou, die zou ik dan voor alle zekerheid toch maar meenemen. Alsjeblieft. Dank u. En ook een voor u, Miss Pleiten. Veel handiger dan dat mes. Ik voel me nu net een gangster. Nou, dat wordt u beslist als sommige van die lui daar buiten u in handen mochten krijgen. Tot vanavond dan. Vanavond. Succes. Ho! Ho! Zet de motor maar af. Sorry. Ja, je moet altijd dubbel klutsen als je terugschakelt. Deze kar is niet gesynchroniseerd. Dat dacht ik niet aan. Maar verder ging het wel, hè? Uitstekend, mag ik wel zeggen. Bij het rechts of links afslaan had ik wel telkens het gevoel dat ik al een heel blok huizen achter me had zitten. Ja, nog een bof dat het hier zo stil is op straat. Dat komt omdat het pas 's nachts gebeurd is. De hemel mag weten hoe het hieruit zou zien als al die mensen midden op de dag blind waren geworden. Wat een afgrijselijk idee. Al die mensen, overal in Londen, in de voorsteden, in hun huisjes. Nee, het heeft geen enkele zin om daaraan te denken. Wat is het volgende adres op ons lijstje? Een grossier in dekens in Tooley Street. Nou, laten we daar maar naartoe gaan. Ik ben helemaal stijf van de gesjouw. Nou, hoe dacht je dat ik me voelde? Kun je rijden? Dat moet jij beslissen. Nou ja, volgens mij wel. Rij maar terug naar die andere vrachtwagen, die neem ik. En jij rijdt er achter me aan. Hou je vast. Daar gaan we dan. Wil Mason, hè? Ja. Welk lijstje heb jij afgewerkt? Lijst 15. Ja, daar is het. Oh! Ja, laat daar maar staan. En nu hebben jullie het afgebracht. We hebben alles wat op ons lijstje stond. En nog meer. We hebben plattegrondjes gemaakt van wat er verder nog allemaal in die pakhuizen ligt. Voor het geval jullie daar iets van nodig mochten hebben. Hadden ze dat allemaal maar gedaan? Zijn dat anti-triffid wapens die je daar hebt? Ja. Oh, die stonden niet op je lijstje. Nee, maar ik dacht dat ze nog wel eens van pas zouden kunnen komen. Je had vanmorgen toch ook al een hoop uitgeladen? Jawel, maar ze nemen toch praktisch geen ruimte in. Nou ja, toch. Laat voorlopig maar liggen. Ik heb zo'n idee dat jullie best de kop thee zullen lusten, hè? Ja. Achter in de gang is onze kantine. Oké, de volgende. Ja, kom maar, kom maar. Hier stoppen. Er zijn veel meer mensen dan vanochtend. Ja. Zie je die meisjes daar zitten? Met dat groepje daar? Zijn die niet blind? Maar niet hulpeloos. Ik denk dat ze uit een of andere blinde instituut komen of zo. Neemt me niet kwalijk, maar u bent Mr. Mason. Ja. En Miss Pleiten is het niet. Wilt u even zo blijven zitten? Dan maak ik een foto van u. Oh, ga me niet vertellen dat u van de pers bent. In zekere zin, ja. Nu ben ik belast met officiële geschiedschrijving en documentatie. Mijn naam is Ellery Carey. Ik werkte vroeger voor de Avondpost. Nou, dat zou wel een idee van de kolonel zijn geweest, hè? Inderdaad. Bent u werkelijk de Josella Pleiten? Ja.
En ik heb dat boek geschreven en er was geen woord van waar. Ik begrijp niet waarom mijn reputatie het enige moet zijn wat stand houdt in een wereld die voor de rest totaal ineenstort. Ja, daar heeft u gelijk in. Ik hoorde dat u zich nogal zorg maakt over de Triffids. Dat doe ik inderdaad, ja. Sommige mensen denken dat het een idee fix van hem is. Is dat zo? Ik geloof dat ze een ernstige bedreiging kunnen worden wanneer het probleem ons uit de hand loopt. In de tropen misschien, maar toch vast hier in Engeland niet. Ook hier in Engeland is nu alles mogelijk. Nee. Ah, daar is Iwan. Misschien kan die ons hierover iets vertellen. Hij heeft de hele middag in zijn helikopter boven Londen gevlogen. Iwan? Iwan? Hallo. Bill Mason, Joselle Pleiten. Dit is Iwan Simpson, onze Icarus. Maakt u het? Heb jij soms Triffids zien lopen buiten Londen? Triffids? Nee, ik geloof het niet. Maar ja, die vallen natuurlijk niet zo op vanuit de lucht, hè? Ik had trouwens veel te druk met het verkennen van de wegen. Hoe liggen die erbij? Oh, dat valt geweldig mee. De meeste automobilisten schijnen tijd genoeg gehad te hebben om de berm in te rijden. Hm. Er was op dat moment natuurlijk weinig verkeer. Ja. Ik ben helemaal tot Reading geweest en er waren geen obstakels. Hebt u veel mensen gezien? Praktisch niemand. Ze schijnen allemaal thuis te blijven. Schrijf je een officieel rapport van je vlucht, dan kan ik dat... Wil iedereen zich verzamelen in collegezaal 3? Iedereen naar collegezaal 3 voor de vergadering, alsjeblieft. Waar zou het over gaan, denk je? Over het werkrooster van morgen en zo, denk ik. Het is wel een vreemd stelletje, hè? Ik heb nog steeds niet in de gaten wie nou eigenlijk de baas is. Michael Beatley schijnt voorzitter te wezen. Oh. Het is wel allemaal keurig georganiseerd. Ze hebben zelfs een voorzittershamer. Dames en heren. Het is waarschijnlijk de laatste keer dat ik u op deze wijze aanspreek. Het comité heeft mij gekozen tot voorzitter. En zo aanstonds zal ik de verschillende leden aan u voorstellen. Maar eerst wil ik het volgende zeggen. De wereld zoals wij die gekend hebben, is plotseling verdwenen. Sommigen onder ons hebben misschien het gevoel dat dit het einde van alles betekent. Dat is alleen zo wanneer wij er ons willoos bij neerleggen. Wij dienen de balans op te maken van alles wat ons aan positieve zaken is overgebleven. En tot elke prijs vermijden dat we medelijden met onszelf gaan krijgen. Per slot van rekening is het zeer wel mogelijk dat ons een veel zwaardere catastrofe had getroffen als dit niet gebeurd was. Sinds de eerste bom in 1945 op Hiroshima is gevallen, hebben we alle met die mogelijkheid rekening gehouden. Zoals de zaken nu staan, zijn we nog steeds gezond en de wereld is geen troosteloze verschroeide puinhoop. Wij kunnen dus opnieuw beginnen. En liefst meteen. Nu zal kolonel Jacques u eerst een paar inlichtingen verstrekken van bestuurlijke aard. Dat is mooi uitgedrukt. U weet dat het in onze bedoeling ligt om zo snel mogelijk om gezondheidsredenen uit de stadskernen te vertrekken. Wij hopen dat morgen om 1200 uur te kunnen doen. We hebben inmiddels voldoende voorraden verzameld om ongeveer een jaar een geïsoleerd bestaan te leiden. Wellicht zal het mogelijk blijken om deze voorraden nog aan te vullen uit nabijgelegen stadskernen. Maar zulks is helemaal afhankelijk van de beslissingen die de medische staf in deze zal nemen. Heeft iemand nog iets te vragen? Waar gaan we heen? De vergadering zal te zijner tijd over onze bestemming worden ingelicht. Hij had bijna de troep gezegd. Dank u, kolonel. U weet dat wij ons nogal bezorgd gemaakt hebben over het feit dat er zich niemand met enige medische opleiding bij ons had gevoegd. Daarom stel ik u met enige opluchting voor Miss Baar. Zij is wel geen medica, maar beschikt over een grote ervaring op het gebied van de ziekenhuisverpleging. Misschien wilt u een paar woorden zeggen. Ik kan alleen maar zeggen dat ik mijn uiterste best zal doen. Wij moeten de eerstkomende dagen rekening houden met een verhoogde vatbaarheid voor infecties. U zou ons daarom een grote dienst bewijzen door onmiddellijk te melden wanneer u zich enigszins onwel voelt. En door niets te eten wat aan de lucht is blootgesteld, of niets te drinken, of het moet eerst gekookt
of uit een fles afkomstig zijn. Ja, dat is wel. Stilte alstublieft. Verder zou ik iedereen willen verzoeken om zich na deze bijeenkomst te willen onderwerpen aan een inenting tegen tyfus, paratyfus en cholera. Dank u wel. Wij danken u, Miss Baart. Onze laatste spreker zal een geheel ander onderwerp behandelen. Het is professor Voorles, tot voor kort hoogleraar in de sociologie aan de Universiteit van Kingston. Oh, dat is wel leuk, want die professor ken ik. Dat is een man die komt. Waarde vrienden, ik geloof te mogen beweren dat ik de oudste van u allemaal ben. Ik heb mijn gehele leven gewijd aan de studie van de veelsoortige maatschappijvormen. Die veelsoortigheid heeft mij juist van het begin af aan het meest geïnteresseerd. Waarbij het mij is opgevallen hoe zich in iedere gemeenschap steeds een gedragscode heeft ontwikkeld die aangepast bleek aan haar typische omstandigheden. En hoe ieder mens er altijd van overtuigd lijkt dat zijn of haar gedragscode niet alleen de juiste was voor hem of haarzelf, maar ook de enige juiste voor de mensheid in het algemeen. Hoewel hij of zij zich heel wel bewust is dat het leven in een armoedig Indiaans dorp heel andere zeden en gewoonten vereist dan het leven in, laat ons zeggen, Mayfair. Waar wil je in vredesnaam heen? Stil, stil. Wat ik daarmee wil zeggen is dit. De wereld die wij gekend hebben is afgelopen en voorbij. Er worden voortaan andere eisen aan ons gesteld. En daarom zullen wij ook andere gedragscode dienen te ontwikkelen. Zo hebben wij de afgelopen dag bijvoorbeeld met een volkomen gerust geweten doorgebracht. Met hetgeen u 2 dagen geleden nog diefstal en diefstal met inbraak zou hebben genoemd. Dat vooroordeel bent u dus reeds kwijtgeraakt. En ik zou u willen aanraden om u nog van talloze anderen te bevrijden. Het enige principe dat wij ons nog kunnen veroorloven om te handhaven is datgene wat ons zegt dat het menselijk ras de moeite waard is om te blijven voortbestaan. Wat ons daarin helpt is goed, ongeacht of ons dat vroeger al dan niet is bijgebracht. Dat wat daartegen indruist is slecht en dienen wij dus na te laten. Mag ik een glas water? Dank u. Het zal vooral in het begin niet gemakkelijk zijn. Maar indien wij er niet in slagen om onze eigen gedragsregels op te stellen, zullen wij niet lang meer bestaan. Daarom dient u alleen 1 ding volkomen duidelijk voor ogen te staan voordat u besluit om zich bij onze gemeenschap aan te sluiten. En dat is dat wij allen stuk voor stuk onze respectievelijke taken voor de volle 100% dienen te vervullen. De mannen zullen moeten zwoegen en ploeteren. De vrouwen zullen kinderen ter wereld moeten brengen. Wanneer u het daarmee niet eens kunt zijn, behoort u niet bij ons. Wij kunnen ons alleen veroorloven om een zeker aantal blinde vrouwen te onderhouden, omdat deze kinderen zullen krijgen die wel kunnen zien. Voor blinde mannen is er in onze gemeenschap helaas geen enkele plaats. Of, om het heel anders uit te drukken, in onze nieuwe wereld zullen baby's vele malen belangrijker zijn dan echtgenoten. Waar glin ik je om? Om de gezichten van die mens. Ja, Michael kijkt een beetje benepen. Ik begrijp niet waarom. Wanneer het Brigham Young in dat tijd in het midden van de 19e eeuw al gelukt is met zijn mormonen, is het nu helemaal een peulenschilletje. Hoe denk je dat? Je kijkt anders naar iemand die dat niet met je eens is. Moeten wij hieruit opmaken dat de spreker een voorstander van zogenaamde vrije liefde is? Misschien is het de vraagstelster opgevallen dat ik het niet over de verschillende vormen van liefde zoals echtelijke of gekochte heb gehad. Zou zij haar vraag iets duidelijker willen formuleren? Ik wil weten of u het instituut van het huwelijk wilt afschaffen. Onder deze omstandigheden dienen alle vroegere instituten te worden afgeschaft. Er bestaat nog altijd zoiets als menselijk fatsoen. Een islamiet kon met 4 vrouwen een hoogst fatsoenlijk leven leiden. Volgens het Oude Testament deed koning Salomo hetzelfde met 300 vrouwen. Wij dienen, willen wij blijven voortbestaan, onze eigen fatsoensnormen ook op dit gebied te ontwikkelen. En zij, die met ons meegaan, dienen zich aan deze normen te houden. Wie dat niet wil,
staat het volkomen vrij om ergens anders een eigen gemeenschap op te bouwen, volgens de normen die hem of haar goeddunkt. Heerlijk om weer eens even alleen te zijn. Ja. Het is een heerlijke avond. Hoe is het met je arm? Oh, prima. Ze deed heel handig, die misbal. Oh, de injectienaald was volkomen stom toen ik aan de beurt was. Wij vrouwen waren zo druk aan het debatteren dat we het waarschijnlijk helemaal niet gemerkt hebben. Hoeveel denk je dat er mee zullen gaan? Tegen morgen waarschijnlijk allemaal. Werkelijk? De meeste vrouwen verlangen naar kinderen. Meestal meer dan naar een man. Echt? Nou, vooropgezet dat ze een bepaalde zekerheid hebben. Wat hen voornamelijk dwars zit, is het aantal kinderen dat van ze verwacht wordt. Per slot van rekening zijn er grenzen. Meen je dat nou? Oh, ga me nou niet vertellen dat jij een voorstander van de oude normen blijft. Nee, maar... Oh, het is zo moeilijk. Wat? Ik hou van je, Josella. En ik had je willen vragen om met me te trouwen. Maar dat schijnt nu helemaal geen zin meer te hebben. Oh, Bill. Of wel soms. Ik weet het niet. Maar ik zeg toch ja. Oh, Josella. Liefste van me. Had je echt gedacht dat ik nee zou zeggen? Ja, ik wist het gewoon niet meer. Het is natuurlijk niet zo eenvoudig als het lijkt. Huh? Hoe bedoel je? Nou, als ik het comité was, zou ik geloof ik bepalen dat iedere man die met een meisje dat kan zien wil trouwen, ook twee blinden tot vrouw moet nemen. Wat? Ja, daar komt de verhouding op het ogenblik zo ongeveer op neer. Sure, dat meen je toch zeker niet? Dat doe ik wel. En het comité ook. Dat leek me toch zeker wat duidelijk uit het verhaal van professor Fawless. Misschien, maar ik zie niet in hoe ze een man daartoe zouden kunnen dwingen. Met andere woorden, je houdt niet genoeg van mij om er nog twee vrouwen bij te nemen. Ah, natuurlijk, maar dat is toch zeker idioot? Dat is het helemaal niet. Luister nou eens, Bill. Het is voor mij ook helemaal niet zo makkelijk. Maar aan het feit dat wij nog leven en kunnen zien, zijn wij iets verschuldigd. En een van de manieren om die schuld te voldoen is te zorgen dat die blinde meisjes een zo normaal en rijk mogelijk leven kunnen leiden. Ja, dat is de meest krankzinnige argumentatie die ik vandaag gehoord heb. En toch is ze juist. Dat voel ik. Nou, als je er echt zo over denkt. Vooruit dan maar. Oh, lieverd. Jij begrijpt het ook. Ik wist het wel. Maar dat neemt helemaal niet weg. Nee. Geen gemaar meer. Ik zal twee lieve, aardige meisjes voor je uitzoeken. Nou, dat is dan in ieder geval een pak van mijn hart. In het ziekenhuis. Ik heb haar achter moeten laten in het ziekenhuis. We hebben verpleegsters hoog nodig. We moeten onszelf goed verzorgen. Maar dat neemt niet weg. Wie ligt er niet te roken? Brand! Brand! Vlug! Kom mee! Brand, mensen! Brand! Iedereen naar beneden om de blinden naar buiten te helpen. Ja, opschieten! Naar beneden verdienen! Denk op de trap! Gaat het, Bill? Ja, hij komt. Waar is Josella? Al naar beneden. Opschieten! Ja. Die rook wordt steeds dikker. Ja, ik ga al. Opstaan. Opstaan. Ja, je hebt me goed verstaan. Kom er maar uit. Oeh, mijn hoofd. Ja, je hebt een ongelukje gehad, maat. Mijn handen? Wie heeft me geboeid? Maak je niet druk, makker. Er gebeurt je niks. Wat is er met me gebeurd? Zal ik je direct vertellen. Waar ben je? Hier. Ik heb een bakje thee voor je. Hier. Ben je erbij? Mijn handen zijn geboeid, maar het gaat.
De rare smaak komt door de rum die jouw Olaf erin gemieterd heeft. Wie is ouwe Olaf? Ouwe Olaf is onze kok. En wie ben jij? Elf. Vertel me nou eens waar ik ben en waarom ze me geboeid hebben. Oh, dat was een mooi geintje. Hier, neem een saffie, dan zal ik het je vertellen. Oh, mijn hoofd. Geef mij ook even zuur. Bedankt. Nou, je weet misschien dat er gisterenmorgen rotzooi was voor de universiteit. Ja, dat heb ik toevallig gezien, ja. Nou, nadat wij de benen hadden genomen, had die koker die daar zijn grote bek had opgezet, zwaaide pest in. Hij zei nog dat hij nog wel met die lui daar zou afrekenen. Nou, die middag kregen we nog een paar kerels in handen die konden zien. En die hebben het samen allemaal gefixt. Gefixt? Wat? Die brand. We hebben ons rot gelachen. Bedoel je dat er niet echt brand was? Wel, nee, man. Ze hadden hier en daar een paar staaldraden gespannen en toen een hoop rommel en papier in de hal aangestoken. Toen zijn ze die kalerenbel gaan luien. Zodra je de trap afkwam, flikkerde jij over die staaldraad. Dong, deed koken met een end hout en we droegen je naar een vrachtauto. Kinderspul, heel gewoon. Waar zijn we nu? In een hotel. Talisman Hotel. Reuze chic. Midden in de hal staat een grote palm. Dat weet ik, omdat ik er met mijn snuffer tegenaan gelopen ben. Is die mooi of niet? Zo mooi kan ik het niet vinden. Ach, je moet het maar van de humoristische kant bekijken. Hoeveel van ons hebben jullie in handen gekregen? Een stuk of 20. Maar 6 waren er blind. En wat zijn jullie met ons van plan? Een nuttig gebruik van jullie maken, denk ik. Oh. Ben jij dat, koker? Ja. Morgen, kaptein. Kom maar binnen, Bek. Ga daar staan. Ja. Hoe heet jij? Mason. Heeft je anders? Probeer geen geintjes uit te halen als ze losmaken. Zij hebben wat ruwe klanten onder ons. Wat ben jij van plan? Dat zal ik je direct vertellen. Als jullie niet vrijwillig je medemensen wilt helpen, dan zullen jullie gedwongen moeten worden. Hé, hey Mac. Jawel. Handboeien. Wel verdomme. Hoi, Mac. Zo. Zo heb je een beetje meer bewegingsvrijheid. Wat je bewegingsvrijheid noemt. Meer heb je niet nodig. Nee. De ketting, Mac. Hier. Ik heb het één eind al aan mijn rechterpols vastgemaakt. Mooi. Dan blijf jij aan die kant van hem. Nou, de ketting door zijn armen. Zo. Elf, jij gespt het andere eind om je pols. Goed zo. Nou hebben we vaste verkering. Ja, ja. Ziezo, Mason. Bekijk deze kaart van Londen dan maar eens. Je krijgt een bepaald gebied toegewezen en dan ga je per vrachtwagen met deze 2 en nog 50 anderen naartoe. Daar moet je een tijdelijk onderdak voor hen zoeken en ze voorraden wijzen. Links en rechts van je opereren weer andere groepen, dus blijf op je eigen terrein. Hoe kan ik met geboeide handen iemand helpen? Dat leer je gauw genoeg. Oh. Nou, dit is jouw terrein. Van Medeveld tot Fitz John Avenue. En niet verder dan Swiss Cottage hier. Als ik jou was, zou ik zorgen dat ze genoeg te eten krijgen, want er zijn een paar lastige klanten tussen. Ja, ja. Sommigen hebben een nijf. Ik onder andere. Ik kom je geregeld controleren, maar voor de rest zijn jullie op jezelf aangewezen. Totdat er de een of andere hulp komt opdagen. Als die ooit komt. Vast en zeker. En dan krijg jij waarschijnlijk een medaille voor je menslievende werk. Oké? Nog één ding. En dat is? Hebben jullie bij die overval ook een zekere Josella Platen in handen gekregen? Geloof het wel. Waar heb je erheen gestuurd? Westminster. Goh, zullen ze ook niet veel tevreden vinden. In het parlement of onder de Big Ben. Je hoeft niet te proberen om haar te gaan zoeken. Nou, dat zal hij vast niet. Goed. Breng ze nou maar naar beneden. Staat een vrachtauto te wachten. Nou, hoop we zegen er maar. Zes treden. 1, 2, 3, 4, ja, 5 en 6. Nou, we kunnen beter eerst met ons drieën naar binnen gaan en een kijkje gaan nemen. Allemaal hier wachten. Zo, en nou door de hoofdingang. Kom maar. Wat is het? Een hotel? Ja. Met palmen in de hal? Nee, zo chic is het niet.
Nou, er schijnt niemand te zijn. Wat gaan we doen? Een slaapplaats voor iedereen zoeken. Laat ze maar met z'n vieren tegelijk binnenkomen. Met de handen op elkaar schouwen. De eerste vier binnenkomen. Ja, denk eraan. Zes treden. 1, 2, 3. Ja. 4, 5 en 6. 1, 2, 3. Omdraaien. Ja. Nou. Ja. Oeh, verrek. Ik had nooit kunnen denken dat ik nog eens met z'n drieën aan elkaar vastgeketend zou moeten maffen. Er zijn nog wel meer dingen die ik nooit had kunnen denken. Ach, hou je smol. Nee, hij heeft gelijk, maat. Het zal niet meevallen. Dacht je dan dat het voor ons zou meevallen? Als hij stiekem de kuier laten nam. Ach, ik heb nooit gezegd dat ik dat zou doen. Ja, maar je zou je toch in ogenblik bedenken als je de kans kreeg. Geef me zo'n gelijk. Ik snij je een riem en als je dat probeert. Wat voor nut heeft het om mij te vermoorden? Je hebt het nou over vermoorden. Zou je alleen maar een riemen snijden? Ja, laten we het eens over iets anders hebben. Wat gaan we morgen doen? Proviant zoeken. En overmorgen? Het opvreten. Nee, het lijkt me verstandiger om eerst een behoorlijke voorraad te verzamelen. Door er een week lang elke dag op uit te gaan. Ja, dat is geen gek idee. Dan kunnen we daarna op ons dode gemak opvreten. Tot het allemaal op is. Ja, er zal voor die tijd heus wel wat gebeuren. En dat voor mij aan. Is daar iemand? Wie is dat? Dat kind dat ze Lucy noemen. Wat is er, schatje? Waar is die meneer die kan zien? Hier. Kunt u misschien even boven komen? Wat is er dan? Er zijn verschillende mensen ziek. Ze zijn gloeiend heet en hebben vreselijke pijn. Ik geloof dat het iets ergs is. Hier, kom. Er zal heus wel wat gebeuren. Neem dat van mij aan. Nou, je schijnt gelijk te krijgen, Mike, jongen. Overleg en chaos was het derde deel van The Triffids, een hoorspel in 6 delen naar het gelijknamige boek van John Wyndham. Vertaling Alfred Pleiter. De rolverdeling was als volgt. Bill Mason, Hans Veerman. Josella, Fesia Rone. Coker, Huip Urizant. Ellery, Harry Bronk. Michael Beadley, Robert Sobels. Ivan Simpson, Han König. Elf, Paul van der Lek. Kolonel Jacques, Frans Somers. Miss Barr, Nel Snel. Professor Fawless, Willy Ruys. Miss Durant, Wiesje Bouwmeester. Mac, Jos van Turenhout. En Lucy, Joke Hagelen. De regie had Dick van Putten. Triffids, een hoorspel in 6 delen naar het gelijknamige boek van John Wyndham. Vertaling Alfred Pleiter. Vierde deel, Op doodspoor. Mooi, dan blijf jij aan die kant van hem. Nou, de ketting door zijn armen. Zo. Elf, jij gespt het andere eind om je pols. Goed zo. Nou hebben we vaste verkering. Ja. Ziezo, Mason. Bekijk deze kaart van Londen dan maar eens. Je krijgt een bepaald gebied toegewezen. En dan ga je per vrachtwagen met deze 2 en nog 50 anderen naartoe. Daar moet je een tijdelijk onderdak voor hen zoeken en ze voorraden wijzen. Links en rechts van je opereren weer andere groepen. Dus blijf op je eigen terrein. Nou, hoe kan ik met geboeide handen iemand helpen? Dat leer je gauw genoeg. Oh. Nou. Dit is jouw terrein. Van Medeveel tot Fitzjohn Avenue. En niet verder dan Swiss Cottage hier. Als ik jou was, zou ik zorgen dat ze genoeg te eten krijgen, want er zijn een paar lastige klanten tussen.
De morgen na onze komst in Medeveel bleken de twee mannen die 's nachts ziek geworden waren te zijn gestorven. Er waren ook 3 nieuwe zieken in de ploeg. Ik liet ze zo goed mogelijk verzorgd achter en wij trokken erop uit om voedsel te gaan zoeken. Ik liep voorop, nog steeds geketend aan Mac en Elf. De rest liep achter ons aan met de handen op elkaars schouders. Elf commandeerde hardop om te voorkomen dat ze uit de pas zouden raken. Links, rechts, links, rechts, links, links, links. Waar zijn we, meester? In een zijstraat die omlaag gaat. Aan het eind zijn winkels, geloof ik. We lopen nou al uren te dwalen. En wat bouw jij dan? Als jullie me los zouden maken, zou ik alleen kunnen rondrijden tot ik een geschikte winkel of loods had gevonden. Om jullie dan met de vrachtauto op te halen. Maar op deze manier gaat het toch veel en veel langzamer. Daar heb je gelijk in, Mac. Ja? Dan moest je eens zien hoe gauw je me gepiept zou zijn. Daar heb jij weer gelijk in. En als ik jullie nou eens mijn erewoord gaf? Je erewoord? Dat is geen staver meer waard vandaag de dag. Blijf we nou in een jungle. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. We zijn direct bij een hoek. Daar gaan we links af. Je zegt het maar. Halt! Hey. Links, pas op! Jones, die even kunnen waarschuwen. Stil, stil, stil. 100 meter verder is een groep bezig met een vrachtwagen vol te laden. Dan zijn ze buiten hun eigen terrein. Ze zijn niet van Kokersgroep. De leider is een vent met rood haar. En een geweer. Liggen! Liggen! Hij heeft ons gezien! Liggen! Wat gebeurt er? Mac is dood. Jullie allemaal omdraaien. En terug! Terug! Kom op, meester. Holla. Nee, hij komt onze kant op. Oké, ik heb de ketting van Mac losgegespt. We kunnen hem laten liggen. Nou, deze kant op. De hoek om. En hierin. Wat is dit? Een soortement van tuintje. Ga liggen. Hij schiet ons allemaal kapot. Nee, alleen wie kan zien. Mij dus. Waar is het sleuteltje van die boeien? In mijn zak. Geef op. Hoor eens, meester. Als je het nou niet meteen geeft, sla ik je met deze ketting je hersens in. Alsjeblieft. Mooi. En nou stil zijn. Wat doet hij? Hij heeft naar Mac gekeken. Die midden op de straat ligt. Ik geloof dat hij denkt dat Mac de enige was die kon zien. Nou gaat hij de andere achterna. Die verderop in de straat strompelen. Ga mee. Wat? Pak mijn arm, dan gaan we achter hem aan. Dan ziet hij ons toch? Nee, als hij denkt dat we allebei blind zijn, schenkt hij verder geen aandacht aan ons. Ik heb hier een stok. Ga mee. Oké, jij hebt het voor het zeggen. Als je me maar op de hoogte houdt van wat er gebeurt. Ja, ja, ja. Want die onzekerheid is het ergste. Hij is ongeveer 50 meter voor ons. En de anderen lopen weer 50 meter voor hem uit. Hij lijkt ze niet te willen inhalen. Ik geloof dat hij te weten wil komen waar ze heen gaan. Om ons vreten te jatten, denk ik. Zoiets. Hé, wat? Eén van onze mensen wordt niet goed. Hij krimpt helemaal in elkaar. Met zijn handen tegen zijn buik gedrukt. Hij valt. Doorlopen. Die vent met het rode haar is nu bij hem. Hij blijft staan. Liggen, liggen. Hij schiet op ons. Nee, niet op ons. Hij heeft die zieke doodgeschoten. Nu komt hij snel teruglopen. Doorlopen. Kom. Kom.
Hij is weg. Kom, Elf. We moeten opschieten. Als we de anderen nog willen inhalen voordat ze te veel verspreid raken. Bedoel je dat je ons niet in de steek laat? Dat kan ik niet. Toen ik nog in jullie geketend zat, dacht ik van wel. Maar nu ik los ben, heb ik het gevoel dat ik jullie niet alleen mag laten. Jammer dat Mac je dat niet meer heeft kunnen horen zeggen. Hij zou van schrik zijn dood gebleven. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mooi zo. Nu naar de achterkant van de wagen. Heb jij de voorste, Elf? Oké. Klim er maar in. De volgende. Mooi zo. En nou jij. Zo ver mogelijk doorlopen. En netjes naast elkaar gaan zitten. Zijn dat ze allemaal, meester? Ja, doe de klep maar dicht. Ik begin de slag al aardig te pakken te krijgen. Nou eens kijken of ik in mijn eentje terug naar de cabine kan komen. Achterspatbord. Ja, kom maar. Benzinetank. Portier. Op de treeplank. Alsjeblieft. Hoeveel zitten er achterin? 15. Plus 12 vrouwen binnen en nog 4 zieken. Dat is samen 31. 4 dagen geleden waren we met z'n 53. Het lijkt veel langer geleden. Wat voor kwaal denk je dat het is die ze allemaal krijgen? Ik weet het niet. Het ziekteverloop is veel te snel voor tyfus. Misschien een soort pest. Ik zou het niet weten. Dat lost in ieder geval een hoop van onze problemen op. Dat noem ik een optimistische kijk op het leven. Zo ben ik nou eenmaal. Waar gaan we vandaag op uit? Gecondenseerde melk, biscuit, kaarsen en petroleum. En we hebben gisteren al 200 liter petroleum gehaald. We zullen nog veel meer nodig hebben, Elf. Waarvoor? Omdat we geen tijd hebben om grafkuilen te graven. Oh, ja. Op die manier. Niet dat het veel verschil maakt. Och. Heb jij nog gevochten in de oorlog? Nee, daar was ik te jong voor. Ik had nooit gedacht dat Londen me nog eens aan een slagveld zou herinneren. Nou, fijn, laten we maar gaan. Het begint somber te worden. Waar gaan we heen? Een stuk de hei op. Daar zijn we nog helemaal niet geweest. Ja, lekker in de frisse lucht. Zal hem eens goed doen. Overal hetzelfde. Nee, hier liggen meer lijken. Meer dan in de meeste buurten. Is die winkel oké? Ik geloof het wel. Kom maar. Zo. Wacht maar even tot ik de deur open heb. Iemand hier geweest. Maar ze schijnen niet veel te hebben meegenomen. Zou ik bedorven ham? Ja, je staat voor de afdeling vleeswaren. Wacht hier maar even, dan ga ik in het magazijn kijken. Bill! Bill! Triffits! Ze vallen de wagen aan. Vlug! Vlug, spring eruit! En maak dat je wegkomt! Vlug, mensen! Hierheen! Pas op die etalage eruit! Uitkijken! Kom mensen, de winkel in! Doorlopen! Bradshaw, doorlopen! Kom! De winkel in! Gurney?
Bradshaw. Williams. Present. Foster. Barlow. Hier. Travers. Candicott. Dean. Forbes. Smith. Hier. En dat was het dan. U hebt mijn naam niet opgelezen. Oh, sorry, Lucy. Zijn er nog meer vrouwen boven? Nu niet meer. We zijn dus nog maar met ons zevenen? Ja, allemaal door mijn schuld. Hoe kom je daarbij? Ik had er rekening mee moeten houden dat de Triffids op de hei konden zijn. Ik had een Triffid-geweer mee moeten nemen. Een mens kan niet aan alles denken. Trouwens, de Triffids hebben er maar 8 van ons te pakken gekregen. Je weet waar de anderen aan gestorven zijn. Ja, dat weet ik. Heeft iemand nog wat nodig? Anders ga ik naar bed. Nee, meester. Wij hebben niet veel meer nodig. Wat gek. Die torenklokken lopen nog steeds. Maar niet eeuwig. Als het uurwerk is afgelopen, staan ze stil. Hallo? Hallo, is er iemand? Morgen, meester. Oh. Eindelijk wakker. Hoe laat is het? Ik weet het niet, maar ik denk een uur of 8. Waar is iedereen? Weg. Wat? Dat meisje, die Lucy, is vannacht ziek geworden. De anderen zijn daardoor in paniek geraakt. Zeiden dat het hier niet gezond meer was. Daarom zijn ze hem gesmeerd. En Lucy? Die is om 1 uur of 2 gestorven. Ach, waarom heb je hem ook niet geroepen? Dat hebben we geprobeerd, maar je sliep als een blok. Je had trouwens toch niks kunnen doen. Ja, dat wil ik. Oh, afschuwelijk dat ze zo er eentje gestorven is. Ik was bij haar. Waarom? Omdat ik niet ben meegegaan. Dat begrijp ik, maar waarom? Vind jij het dan niet ongezond hier? Ik geloof dat het overal ongezond is. Trouwens, ik vond het niet juist om er zomaar van tussen te gaan. Nee. Wat gaan we nou doen? Eerst ontbijten en dan naar Westminster. Om dat vriendinnetje van je te gaan zoeken, zeker? Precies. Dat dacht ik wel. Geef me de blik open naar de zon. Waar zijn we? Vauxhall Bridge Road. Voor de bioscoop. Vroeger reed je hier trams? Ja, toen liepen er ook mensen. Is er niemand? Er liggen een paar lijken. Oh, nee. Nee. Ga weg! Ga weg! Wat is er? Ik dacht dat er eentje bewoog. Maar het was een kat. Rotbeesten, katten. Ik vraag me af wat ze gedaan heeft. Hè? Hetzelfde als wij, veronderstel ik. Eerst een hotel zoeken om als basis te gebruiken. Bij het station is een groot hotel. Ja, laten we daar eerst maar eens gaan kijken. Staan die bussen hier nog allemaal? Ja. We zijn nu bij de hoofdingang van het station. De boottrein voor Parijs. Ja. Vroeger was het hier soms zo druk, hè, dat je alleen maar stapvoets vooruit kon komen. Waar zijn we nou? Ik rij Eccleston Street in. Ah, hier is het hotel. Daar staat een vrouw voor. Een vriendin? Nee, veel ouder. Maar ze leeft in ieder geval nog. Ga weg. Die blikken zijn van mij. Daar hebt u in elk geval niets aan. Dat is koffie. Hier. Hier zitten witte bonen in. Op de tomatensaus. Ik zal het voor u openmaken. Geef hier. Geef hier dat blik. Geef hier. Hoorde u bij een groep? Geef hier dat blik. Geef me dan eerst antwoord. Hoorde u bij een groep? Ja. Een groep geleid door een meisje? Geef me mijn blik. Ja, direct. Werd die groep geleid door een meisje dat kon zien? Ja.
Waar is dat meisje nu? Ze zijn stuk voor stuk ziek geworden en gestorven. Toen is ze weggegaan. Ze wou me meenemen, maar ik wilde niet. Wat had het voor zin? Wanneer is dat gebeurd? Gisteren, geef nou dat blik. En meer weet u niet? Nee, geef me dat blik. Alsjeblieft. Ik heb het voor u opengemaakt. Wat is er? Dat kan ik je wel vertellen, meester. Daar heb ik geen ogen voor nodig. Het heerst hier ook. Ik zal maar gauw meegaan. Ja. Ga maar gauw. Oh, en ik had zo'n honger. En dan lust ik opeens niks meer. Dat meisje was een braaf kind. Ze is uit vrije wil bij ons gebleven. Ga. Ga. Ziezo, we zijn weer op ons punt van uitgang, de universiteit. Iemand te zien? Nergens. Er staat nog maar één vrachtwagen. Zij die we niet te pakken hebben gekregen, zijn er waarschijnlijk vandoor gegaan. Daar lijkt het op, ja. Wacht eens even. Er staat iets met de krijt op de deur geschreven. Dat kan ik van hieraf niet lezen. Kijk uit voor Triffitt. Nou, ik neem het Triffitt-geweer mee. Nee, toch maar niet. Ik pak de revolver. Daar komt iemand aan. Blijf daar. Ga niet te ver van me vandaan. Staan blijven. Handen omhoog. Hé. Hey, dat is Mr. Coker. Ja, ik ben het. Maak je geen zorgen. Ik ben niet gewapend. Wat ben je aan het doen? Weer een nieuwe groep aan het vormen? Nee. Ik heb er genoeg van. Ze zijn allemaal dood. Die van mij ook. Enfin, we hebben ons best gedaan. Maar op de verkeerde manier. Dat blijkt nu, maar ik dacht dat het de juiste manier was. Ik had niet door dat het over de hele wereld hetzelfde moet wezen. Denk eens even in. New York, Tokio. Ja, en wat ben je nu van plan? Die andere achterna gaan en mijn excuses maken. Heb je dat adres gezien wat ze achter hebben gelaten? Nee, daar wou ik juist naar gaan kijken. Tinsem Manor, Tinsem. Vlak bij Devices. Oh, dat halen we nooit voor vanavond. Nee. Ik wil hier blijven slapen en dan morgenochtend vroeg op weg gaan. Ja, als jij die vrachtwagen neemt, ga ik met mijn wagen. Kunnen we niet samen die vrachtwagen? Nee, ik heb nog een passagier. Elf. Elf. Hier is je oude vriend Coker. Elf. Hij is in slaap gevallen. Waar is wakker, Elf? Nee, maat. Ik slaap niet. Blijf maar van me vandaan. Waar is Bill? Hier. Ik heb het nou ook. Laat me maar liggen. En blijf van me vandaan. Ik heb het ook. En morgen ben ik dood. Oh. Na al die moeite om in leven te blijven. Bedankt voor alles wat je gedaan hebt. Ik hoop dat je dat Grietje vindt. Ja. Geef me alleen nog wat te drinken. Blijf dan uit de buurt. Ik zal wel even water halen. Wij vertrekken morgenochtend bij zonsopgang. Samen in deze vrachtwagen. Eten? Oké. Half één. We zijn al met al flink opgeschoten. Waar zijn we? Nog 2 kilometer en dan nemen we de A361 naar Devices. Oeh, wat is hier heet in de cabine. Laten we maar in het gras gaan zitten. Geen Triffitts in de buurt? Nee. En we hebben ruim uitzicht. We zien ze al van ver aankomen. Oh. Wat een bof dat al die anti-Triffitt-wapens in deze vrachtauto lagen. Ja, het is geen bof. Die heb ik er zelf ingeladen. En daarom hebben ze de wagen waarschijnlijk niet meegenomen. Ze vonden mijn angst voor Triffitts overdreven. Moet je beschuit? Graag. Wat hebben we erop? Leverpastei. Bier? Dank je. Hier is de opener. Dank je wel.
Waar heb je die prachtige groezen vandaan? Uit een museum, antiek. Voel me een stuk beter. Omdat we uit Londen weg zijn. Tja, je zou het hier voor een gewone zomerdag houden. Ja, maar dan zonder verkeer. Er woont ook wel een heleboel mensen hier in Engeland. Ga me nou niet vertellen dat je het een geluk bij een ongeluk vindt, hè? Nee, maar er diende vroeg of laat toch iets te gebeuren. Ja, dat zei Michael Beatley ook. Wie was dat? De leider van die groep in de universiteit. Ze hielden er een paar interessante theorieën op na. Ik ben benieuwd wat er van terecht is gekomen. Hier moet het wezen. Achter die muur daar. Lijkt me een prachtige buitenplaats. Ja, daar is het hek. Oh! Wat heeft dat te betekenen? Struikrovers? Blijf waar je bent! Zij richt dat geweer een andere kant op. Is dit Tinsen, Manor? Zou je alsjeblieft die trekker willen loslaten? Waar komen jullie vandaan en met hoeveel zijn jullie? Met z'n tweeën. En we komen uit Londen om ons bij jullie te voegen. Wat zit er in die vrachtwagen? Voorraden. Oké, rij dan maar door. Jullie moeten je melden bij Miss Durrant in de eetzaal. Waar is Michael Beatley? Dat weet ik niet. Miss Durrant heeft de leiding. Meld u zich maar bij haar. Wie is Miss Durrant? Als ik me goed herinner was zij het die bezwaar maakte tegen het principe van veel wijverij. Het is toch wel een K. Er moet iets aan de hand zijn als zij aan de leiding heeft. Kom, laten we maar eens proberen om daarachter te komen. Pamela, Cynthia, jullie kunnen de tweede gang opscheppen. Iedereen heeft zijn soep op, geloof ik. Ja, wat is er? Miss Durrant? Ja? Wij komen net uit Londen. Kunnen wij u even spreken? Een ogenblikje. Pam, grotere porties opscheppen. Anders blijven we weer met restjes zitten. Ziezo. Wat is er? Mr. Coker en ik zijn juist aangekomen. Wij zouden graag het een en ander willen weten. Coker? Bent u die man die die overval op de universiteit georganiseerd heeft? Ja. Laat ik u dan meteen vertellen dat wij geen geweld tolereren in deze gemeenschap. Wat is dat voor een gemeenschap? Waar zijn Michael Beatley en al die anderen? Die hebben besloten om verder te trekken. Waarom? Omdat wij hen onmiskenbaar duidelijk hebben gemaakt dat, althans een deel van ons, bepaalde fatsoensnormen in acht willen blijven nemen. Ja, maar waarom zijn zij dan verder getrokken en u niet? Om praktische redenen was het beter dat zij dat deden. Hoezo? Ik heb echt geen tijd om al die details met u te behandelen. Als u wilt blijven en ons helpen, dan mag dat. Wanneer u dat niet wilt, gaat u dan alsjeblieft meteen weg. Wat zijn dit allemaal voor mensen? Toch niet uit Londen, hè? Allemaal hier uit de omgeving. En allemaal blind? Ja. Hoeveel zienden heeft u hier? Wij zijn met ons zevenen. En Miss Playton? Wie? Josella Playton, is die hier ook? Nee. Peggy staat op wacht bij het hek. Pamela en Cynthia hebben dienst. Met Monica. Betty en Rosemary zijn op Triffitt patrouille. Dat zijn alle zienden. En Josella hebben wij hier niet. Het zijn dus allemaal vrouwen hier? Ja, die kunnen zien tenminste. Met andere woorden, alle mannen hebben er de voorkeur aan gegeven om met die andere groep mee te trekken. En daarom zijn zij weggegaan en bent u gebleven? Natuurlijk. In verband met het laden en lossen en besturen van al die vrachtwagens was het niet meer dan logisch dat zij gingen. En daarom zult u het ook geen 3 maanden meer volhouden. Pardon? Op zijn hoogst. U hebt geen flauw benul wat u te wachten staat. U hebt de boel hier alleen maar met een hoop goede bedoelingen georganiseerd. Om te beginnen, hoe denkt u al deze mensen eten te kunnen geven? Wij sturen ploegen naar die vijzers om voorraden te verzamelen. En daar die ziekte oplopen. U moet uit die steden vandaan blijven. In die dorp hier in de buurt zijn ook nog een heleboel... Voldoende voor een jaar? Misschien. En het jaar daarna? En het daaropvolgende jaar? Wat bent u dan van plan? Hoe denkt u over 10 jaar te kunnen leven als die Triffitts u tenminste niet voor die tijd te pakken hebben gekregen? Wij moeten vertrouwen op de voorzienigheid. U zou er heel wat verstandiger aan doen om bijvoorbeeld een soort met molen te maken. Over een paar weken kan het graan geoogst worden. Ziet u dan niet in dat u uw hele denkwijze dient te veranderen als u niet wilt omkomen? Ik kan u verzekeren dat wij onze denkwijze in geen enkel opzicht zullen veranderen. En wanneer u het daar niet mee eens bent, mag u zich rustig bij Mr. Ridley en zijn vrienden voegen. Waar zijn die? U wilt dus ook weg. Ik zoek Miss Playton. Ik herinner me niet haar bij die groep gezien te hebben. Waar zijn ze heen? Ik zou het u echt niet kunnen zeggen. Maar ze hebben toch wel een nader adres opgegeven? Daar staat mij dan niets meer van bij. Ik meen dat ze in de richting van Dorset wilden vertrekken. Beaminster, geloof ik.
Ja, wilt u me nou verder excuseren? Ik heb nog een heleboel te doen. En Monica, ruim jij de tafel af? Dan kunnen een paar van ons minder gelukkige meisjes met de afwas beginnen. Nou? Hoe ver is het naar Bierminster? Waar zijn we? Steeple Honey. Waar ligt dat? In Somerset. Het is mooi hier. Ja, om te zien, ja. Waar zou iedereen toch gebleven zijn, Bill? Ik bedoel, ik begrijp dat ze elkaar de grote steden allemaal aangestoken hebben. Maar hier toch zeker niet? Er zijn ongelukken gebeurd. En mensen hebben zich van kant gemaakt. Maar toch niet zoveel? We hebben zeker een 50 kilometer gereden zonder één levend wezen tegen te komen, behalve een paar schapen. En een hele hoop Triffids. Ja, daar zie je er steeds meer en meer van. Is jou dat ook opgevallen? Hoe zou dat komen? Dat heb ik me ook al afgevraagd. Hoi! Huh? Hoi! Wacht eens even, er schijnt hier toch iemand te zijn. Zie jij hem? Daar, boven de café. Bovenste verdieping. Kunt u beneden komen? Als hij nog leeft, waarom de anderen dan niet? Ja, omdat hij zijn hersens waarschijnlijk bij elkaar gehouden heeft en de anderen niet. We kunnen best een borrel met hem drinken. Waar bent u? We komen eraan. Kijk uit, Triffids! Schiet hem kapot. Is hij dood? Ja, hij stond vlak naast de deur in de tuin. Alsof hij hem stond op te wachten, zou je eens denken. Ja. Maar dat kan toch haast niet? Ik bedoel, Triffids beschikken toch niet over intelligentie? Het zijn gewoon planten. Een vriend van mij, die veel meer van ze wist, was daar niet zo zeker van. Hij beweerde dat ze met elkaar konden praten. Geloof jij dat ook? Nee, ik weet het niet. Hij zei ook altijd dat ons gezichtsvermogen het enige was dat wij op de Triffids voor hadden. Ja, maar waarom zouden ze mensen aanvallen? Ze kunnen ze toch niet opeten? Maar wel opzuigen. Als ze maar lang genoeg wachten. Dank je. Geloof ik maar een dubbele cognac ga pakken. Nee, toch maar niet bij nader inzien. Er komen er weer een paar. Laten we maken dat we wegkomen. Oké. Kom in Bierminster. Laten we hopen dat dit geen loze kreet zal blijken. Ja. Wat was dat? Die vent daar? Verroer jullie niet. Wat heeft dat te betekenen? Met hoeveel zijn jullie? Maar met ons tweeën. Maar we zijn volkomen ongevaarlijk. Oké, okay, stap maar uit. Komen jullie maar, het is veilig. Wie zijn jullie? Waar komen jullie vandaan? Is er nog nieuws? Wat is er eigenlijk gebeurd? Bedoelt u dat hij dat nog niet weet? We weten alleen dat we allemaal verleden week betrokken waren bij een auto-ongeluk. Toen we de volgende ochtend bijkwamen in het ziekenhuis waren alle andere mensen blind. Mijn naam is Stephen Brennell, vroeger effectenhandelaar. En dit hier is Vera Paul, mijn vriendin. En dit is Sid Farah, die had een radiowinkel. Aangenaam. Ik ben Bill Mason en dit is Jack Coger. Waar zijn de anderen? Verderop in de villa. Ze hebben een been gebroken. Wie? De anderen die bij het ongeluk betrokken waren. Ja, maar heeft u dan geen grotere groep gezien? Onder leiding van een zekere Michael Beatley? Nee. En wij zijn sindsdien in de hele buurt geweest. Bill, we zijn voor de gek gehouden. Door Miss Durant. Zo'n rotwijf. Wat zouden jullie ervan zeggen om mee te gaan naar de villa? Dan kunnen we elkaar over en weer inlichten. Goed idee. Zegt u maar waar we heen moeten. Deze mitrailleur bestrijkt de oprijlaan, terwijl die mortier bestemd is voor eventuele aanvallers achter dat struikgewas. Ja. Dit is dan de bewapening aan deze kant van het huis. Maar waarom? Waarom? Omdat we absoluut moeilijkheden krijgen wanneer de voorraden in de steden uitgeput raken. Wij verwachten ieder ogenblik zwervende benden. Jullie hebben de steden niet gezien. Die zijn nog leger dan het platteland. Woont er dan niemand meer? Nee, lievertje, dat bedoelt hij juist. Dat bewijst alleen maar dat ik gelijk had. We zullen moeten wachten tot de Amerikanen komen. Welke Amerikanen? Gewoon, de Amerikanen. Die komen vroeg of laat opduiken, net als in de oorlog met die Marshallhulp en zo. Dit keer komen ze niet. Hoe
weet u dat? Omdat ze daar ook allemaal naar die komeet hebben gekeken. Of wat het dan ook geweest is. Ze zijn er precies zo aan toe als wij. Of nog erger misschien. Er zijn daar meer Triffids en minder spul in blik met al hun diepvrieskasten. Ach, dat geloof ik niet. De Amerikanen komen vast en zeker. Het heeft geen zin. Haar overtuig je toch niet. Neem nog maar een drankje, schatje. Hou verder je mond, hè? Ik geloof het wel. Daarom hoorde ik ook niks meer op de radio. Het is wel een rot idee. Wat moeten we doen in vredesnaam? Kunnen we niet gewoon hier blijven en afwachten? Nee, dat is juist zo alle Jezus stom. Hé, er is een dame bij. Sorry. Ja, zeg. Ga wel eens meer tekeer. Vraag dat maar een Billy. Ja, hij blaft vaak, maar hij bijt niet. Ik heb het zelfs op mijn grote bek te danken dat ik nog zien kan. Dat heb ik je nog niet verteld, hè? Op de avond van die komeet was ik arbeiders aan het opstoken om te staken in Rotherhithe. De politie deed een inval en ik heb het de hele nacht schuilgehouden in de kelder. Ja, maar als we hier niet kunnen blijven, waar moeten we dan naartoe? Ik zou zeggen naar Tinsum, waar we net vandaan komen. En waarom nou, waarom? Ja, ik weet wel, Bill, jij wilt die vriendin van jou gaan zoeken. Ja. Maar voor ons heeft het geen zin om hier te blijven hangen tot onze voorraden op zijn. Dat duurt anders nog een hele tijd. Maar als het zover is, moeten wij onszelf kunnen bedruipen. Je hebt hier vruchtbare landbouwgrond. Maar we zijn met te weinig om die te bebouwen. Ja, het valt toch altijd te proberen. Aan proberen hebben we niks. Jullie moeten inzien dat dit verder zo blijft. Dat jullie een heel nieuw bestaan zult moeten opbouwen. Wil een mens vooruit gaan boeken, dan moet hij tijd genoeg hebben om te leren, om te experimenteren en na te denken. Wij zijn hier met ons zessen. En we kunnen er misschien nog een paar bij krijgen. Maar dat is nog steeds niet voldoende. Dat betekent dat ieder van ons de hele godganselijke dag zou moeten ploeteren om amper in leven te blijven. Er zijn toch zeker hopen machines? Ja, maar over een paar jaar hebben we geen benzine en olie meer. Dan zullen we paarden moeten gebruiken en leren om die te beslaan. Weer later zullen we moeten leren om ijzererts te smelten en hoefijzers te smeden. Als de kaarsen op zijn, zullen we in het donker zitten. Tot wij geleerd hebben om stearine voor nieuwe te maken. Kaarsen maak je van was? Maar hoe maak je was? We hebben een kleine kans om de eerste paar jaar van onze voorraden te bestaan. Maar als wij niet de gelegenheid aangrijpen om in die tijd het nodige te leren, worden wij zelf boeren, onze kleinkinderen worden wilde en hun kinderen zullen weer in het stenen tijdperk leven. Maar wat heeft het dan voor voordeel om naar Tinsum te gaan? Daar wonen meer dan 60 mensen. De meeste daarvan zijn blind. Maar die kunnen worden opgeleid om een steentje bij te dragen. Daar kunnen wij een samenleving opbouwen. In plaats van een wanhopig groepje overgeblevenen zonder enige toekomst. Gaan jullie mee? Ja, ik ook. Is het een erg klein plaatsje, dat Tinsum? Het staat op alle Amerikaanse wegenkaarten. Nou, zullen we er daar dan maar eentje op nemen? Miss Darren zal opkijken. Als het haar niet bevalt, gaat ze voor mijn papa met een Triffid dansen. Zeg, hebben jullie daar nog last mee gehad, met Triffids? En hoe? Toen we die wapens gingen halen in Bovington, hebben we ook een paar vlammenwerpers meegenomen. Nou, één portie daarvan. En ze blijven keurig op afstand. Gelukkig maar, want je kunt net zoveel op ze schieten als je wilt. Ze trekken er zich niks van aan. Op elke boerderij zit het er zo'n stuk of 10. En ze wortelen dan het liefst op een mesthoop. Oh, ik zou zo best eens met zo'n vlammenwerper te lijf willen gaan. Het klinkt alsof je ze gaat haten. Dat doe ik ook. Gek eigenlijk, hè. Ik heb ze altijd gewoon als een deel van mijn werk beschouwd. Ja, goed, ze waren vreemd, maar niet vreemder dan een heleboel andere variëteiten die we gekweekt hadden. Maar nou begin ik eindelijk een beetje te beseffen waar wij de wereld mee hebben opgescheept. Tja, uit pure geldzucht. Dat is in ieder geval ook een voordeel van Tinsum. Het is daar veel meer open. Vanaf de duinen kun je mijlen in de omtrek zien. En zij kunnen je dus niet onverhoeds aanvallen. Wat? Wat is er, Bill? De duinen. Daar gaat Josella het ook over. Uw vriendin? Ja. Toen wij het in Londen over plaatsen hadden waar we heen zouden kunnen gaan, had zij het over kennissen die in de duinen van Sussex woonden in de buurt van Palborough. Daar wilde zij toen naartoe. En ik durf te wedden dat ze daar op het ogenblik is. Tenzij... Huh? Nou? Ach nee, niks. Ik weet wel wat je zeggen wou. Tenzij zij ook door die ziekte is aangetast en inmiddels is gestorven. Dat zou kunnen. Maar toch ga jij morgen naar Palborough. Ik hoop dat je haar zult vinden. Op doodspoor was het vierde deel van The Triffids, een hoorspel in 6 delen naar het gelijknamige boek van John Wyndham. Vertaling Alfred Pleiter. De rolverdeling was als volgt. Bill Mason, Hans Veerman. Coker, Huib Orizant. Miss Durrant,
Wiesje Bouwmeester. 11, Paul van der Lek. Mac, Jos van Turenhout. Lucy, Joke Hagelen. Een vrouw, Tine Medema. Steven Brannell, Jan Borkes. Sid, Hans Karsenberg. Een man, Jos van Turenhout. En Vera, Nora Boerman. De regie had Dick van Putten.